Maar blijft hij ook in één stuk door? Hij gaat niet omhoog. Of wel? Want hij speelde hem gewoon door. Net zoals de eerste. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Okay. Maar wij gaan wel een stukje omhoog. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Prima. Zo eigenlijk? Ja? Oké. Okay. Dus niet dat lang uitgestrekt en dan daarna bij treuren om je pijn. De volgende sowieso de piano, maar die heeft een maat tussen zitten. Daar. En niet zo. Kijk, want het eerste stuk is er tussen nog wel heel lang. De eerste keer en de tweede keer zit een maat tussen en dan is het gewoon door. Dat staat wel in het getuige. En er staat wel in het getuige dat hij dan door een lang is. Hebben ze gewoon geknipt en geplakt om na te denken dat het eigenlijk anders is. Ja, met een soort getuige moet je altijd zo. Ja? Koffie? Niet zoveel tijd, hè? Nee, ik ook niet. Greater.
Je hart, je huilt niet meer. Hij maakt je heel en morgen dans je weer. Prijs hem, laat de hele wereld weten dat God ons niet is vergeten. Van de wereld roep. U die ons met God de Vader heeft verzoend. U bent waardig.
lam van God. Met uw lichaam is de hoogste prijs betaald. Met uw leven is de weg naar God gebaand. U bent waardig. En we zingen met elkaar. Waardig is uw naam. Waardig is uw naam. Hemel en aarde zingen, halleluja.
Goedemorgen. Zo, die doet het. Van harte welkom in deze dienst van het Baken. Gasten ook, bijzonder van harte welkom. Vandaag is een bijzondere dienst. Het is Israëlzondag. Ja, en het is hartstikke mooi gedecoreerd. Lisette, met wie had je dat ook weer gedaan? Samen met Judith en Willeke. Dank aan jullie. Mooi gedaan. Vanochtend zal broeder Hanno Snippen spreken en het thema van vanmorgen, in lijn ook met Israëlzondag, is: wat kunnen we met betrekking tot het onderwijs leren van Gods volk? En de Bijbeltekst die ook centraal staat is Deuteronomium 6, vers 4 tot en met 23. Hanno, Gods zegen gewenst bij het brengen van het woord. De eerste collecte is voor onze eigen gemeente, de tweede voor Beit Hallel, dat is de Messiaanse gemeente in Asdod, via het CGI, wat staat voor Comité Gemeentehulp Israël. De derde collecte, in verband met het Heilig Avondmaal, is voor de zending en evangelisatie. U kunt uw gave geven, het einde van de dienst, als u hier bent, in de collectezak bij de deur. Ook via de gift app of met bankafschrijving. Nou, dat komt later dan ook in beeld in de dienst voor de mensen thuis. Ik heb nog een aantal mededelingen die in de weekbrief staan, die ik onder jullie aandacht wil brengen. De eerste is de crèche en zondagsschool. Tijdens de dienst is de crèche en de zondagsschool. De crèche vanaf het begin van de dienst en de kinderen die naar de zondagsschool gaan, dus de leeftijd groep 1 tot en met 8, wonen vanaf nu weer het begin van de dienst bij, hier in de grote zaal. En tijdens het kindermoment mogen zij naar voren. Hoeft niet als je als ouder zegt, nou, ik vind het niet zo prettig, want vooraan staat het kind ook in beeld en daarmee dus ook op internet. Wees u daar in ieder geval van bewust. Geen bezwaar, is er niks aan de hand, maar vindt u dat niet zo prettig, is daar ook alle begrip voor. En voor de zegen worden kinderen weer opgehaald. De kinderen van de crèche mogen dan door de ouders zelf worden opgehaald. En de anderen krijgen van ons een seintje en komen zelf weer terug in de zaal. Wel weer de oproep, ook namens de raad, en de zondagsschoolcoördinatie, er is echt nieuwe leiding nodig, zeker voor de oudste groep van de zondagsschool. Dus vraag dat ook voor jezelf, ga erover in gebed, is dat iets misschien voor mij? Sowieso kan het de komende tijd zo zijn dat je ook wordt ingeschakeld als ouder om te assisteren. De huiskringen, dat staat ook in de mededelingen, wel even van belang, want die gaan binnenkort starten. Dat er van elke kring, aangezien we nog niet bij iedereen al een kringcoördinator, zeg maar, met naam gekoppeld hebben, dat er wel een afvaardiging komt bij de bijeenkomst zondagavond 10 oktober, dus dat is volgende week zondagavond. Dat is om 8 uur in het Baak en tijdens de bijeenkomst zal de input worden gegeven over de kringen, ook over het studiemateriaal, de opzet van de avonden en is er ruimte voor vragen. Oh. Ik hoor net dat een filmpje wel kan, die was ingestuurd door Arend Scholten. Nou, dan kunnen we daar wel nu naar over. En dat is een filmpje... Waar denk jij aan als je aan Israël denkt? Misschien denk je wel aan de Bijbel. Of aan die reis die je ooit maakte. Of denk je eerder aan de conflicten en de oorlogen die je op het nieuws ziet. Hoe het ook zij, Israël staat constant in het middelpunt van de belangstelling, wereldwijd. Veel kerken besteden aandacht aan Israël. Waarom? Omdat de Bijbel er vol van staat. God sloot een verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Een belofte van eeuwige trouw. Die trouw zien we keer op keer terug in de Bijbelse geschiedenis. Het volk Israël begaat misstappen en God vergeeft hen en heeft hen lief. Net zoals wij misstappen begaan, en hij ons altijd weer opnieuw vergeeft en lief heeft. 2000 jaar lang had het Joodse volk geen eigen land. Maar sinds enkele tientallen jaren is de Joodse staat er weer. En miljoenen Joden keren van over de hele wereld terug naar huis. Precies zoals God talloze keren in zijn woord belooft. Ik ga mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. Ik zal hen hierheen brengen. Zij zullen midden in Jeruzalem wonen.
Zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Ik zal hen in hun land planten en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land dat ik aan hen gegeven heb, zegt de Heere uw God. Wat je ook vindt van Israël, wat jouw mening ook is over de politiek of het conflict, Gods trouw kun je met eigen ogen zien en ervaren in het land van de Bijbel. Het land waar onze verlosser Jezus stierf voor onze zonden en opstond uit de dood. We dagen jou uit om je hierin te verdiepen en om te bidden voor de vrede van Israël. Betrokken raken? Ga naar cvi.nl/betrokken. Arend, dankjewel voor het insturen van dit bijpassende filmpje bij het thema van vandaag. Prachtige beelden waarin terugkomt hoe de profetie uit de Bijbel gewoon nu in deze tijd, dat je die ziet uitkomen. Ik wilde nog iets delen over de gavenveiling om onder de aandacht te brengen, ook namens de werkgroep Jan Bult, Marja Vink en Thea Meijer. En daarna zal ik jullie voorgaan in gebed. De gavenveiling is op 2 middagen en nu even over de eerste middag, op zaterdagmiddag 16 oktober tussen 14 uur, dus 2 uur 's middags en 5 uur 's middags. Dan komt Jan Wiersma, hij zit nu ook in ons midden. Jan Wiersma zal dan zijn gaven delen als verhalenverteller. Een voorrecht dat hij dat bij ons wil gaan doen. En als je daarbij wil zijn, is het dus wel belangrijk dat je je opgeeft voor 10 oktober bij Jan Bult. Nou, en in de weekbrief staat dat ook, met ook zijn mailadres erbij. Kun je hem ook via de mail opgeven. Kosten zijn €5 per persoon. En als je denkt, ja, maar ik heb mijn kinderen, ik heb geen oppas. Er is oppas aanwezig. Voor en na dat optreden, want hij zal niet 3 uur lang verhalen vertellen. Dat doet hij tussen, stond dat er ook bij? Ja, tussen 3 en 4 doet hij dat, inderdaad. Maar voor en na dat optreden is er gelegenheid om spulletjes te kopen bij de cadeautafels, tweedehandsboeken, snuffelen, maar vooral ook kopen. De opbrengst zal zijn voor de gemeente. En om spulletjes te kunnen kopen, moeten er ook spulletjes worden ingezameld. Dus ook hierbij namens de werkgroep oproep, heb je tweedehandsspullen, boeken die op de cadeautafel verkocht mogen worden, dan kan je dat ook tot 10 oktober inleveren in de doos die daarvoor bij de bar staat. Zo staat het hier dus. Mag vanuit gaan dat dat zich dan voor zich spreekt. Denk ook aan bijvoorbeeld nieuwe spulletjes die je thuis hebt. Of kleine potjes jam die je hebt gemaakt en lekker zijn. Nou, we hopen daarin echt op een actieve bijdrage in de samenhorigheid als gemeente. En een mooie opbrengst dus ook voor het Baak. Nou, zij en ik ook, we hebben er zin in. En we zien u graag. Wil ik nu voorgaan in gebed. Dank u wel, Vader, voor deze nieuwe morgen, Heer, dat we hier met velen hier ook zijn gekomen. Om niet alleen bij elkaar te zijn, maar bovenal u te ontmoeten. Dank u wel, Heer, dat u ook wilt spreken in onze levens vandaag. En ik bid, Heer, dat we ook uw stem mogen verstaan. Heer, is het misschien vandaag door liederen heen, door de woordverkondiging, misschien in een gesprek na de dienst met een broeder of zuster, waarin u gewoon een bemoediging geeft, waarin u spreekt in ons levens. En ik bid, Heer, dat we ook, we mogen ook gebruikt worden om te spreken in het leven van de ander, Heer. Heer, wilt u ons daarin ook leiden. Niet alleen vandaag, maar ook in de week die voor ons ligt. Dank u wel dat het Israël zondag is. En in het filmpje net kwamen prachtige beelden voorbij, Heer. Dank u wel, Heer, dat we zoveel mogen leren, zoveel levenslessen uit de dingen die zijn opgetekend in uw woord, in het Oude Testament, waar u zichzelf heeft, uw trouw heeft getoond en uw belofte heeft gegeven aan uw volk, Heer, en nooit teleurstelt. Dat het volk soms weer barstig was, maar als ze zich verootmoedigden en weer tot u kwamen, Heer, dan kwam er weer verzoening. En dank u wel, Heer, dat het volk moest vaak offers brengen om weer in het reine te komen, Heer, maar dat we vandaag de dag mogen weten dat het volmaakte offer, het volbrachte offer door Jezus Christus is gedaan, Heer. Dat het niet meer is offer van dieren, Heer, en dat het is uit genade dat we dicht bij u mogen zijn.
Dat de weg tussen u en God, tussen ons en God, dat die vrij is door Jezus. En zo bidden we ook voor het volk van Israël. Heer, dat zou ook Jezus als Zoon van God mogen leren kennen als hun persoonlijke verlosser en Heer. Heer, zoals, ja, er zijn Messias beleidende Joden, Heer. En ik dank u wel, Heer, voor het werk wat u ook doet daar. Heer, als we lezen in de weekbrief van Asdod, van CGI, Heer, dat daar mooie dingen ontstaan, Heer. Dat er steeds meer mensen die Joods en ook trouw zijn aan God, Heer. Maar dat zij ook ontdekken dat Jezus geopenbaard is, Heer. En dat hij ook geopenbaard wordt aan hen. Bid, Heer, dat ze meer en meer ook Jezus mogen leren kennen als persoonlijke verlosser en Heer. Zegene deze dienst, Heer, voor het woord, voor het zingen, de techniek, voor het kinderwerk, Heer, dat het allemaal mag zijn, Heer, tot eer en glorie van uw naam. Amen. Ja, dus tijd voor het kinderlied. Daar beginnen we mee. Goedemorgen trouwens, ook van hier. Als de kinderen naar voren willen komen, dan mogen ze dat doen. Dus de schepping spreekt van Gods woord. Dat is zo'n rare zin, hè? Spreekt van Gods woord. Als ik dat bij mijn dochter is 2,5, als ik dat zeg, dan zegt ze, maar dat kan, een boom kan toch niet praten, papa? Het kinderlied vandaag is een stille taal, zo heet het. Alles wat we in de schepping zien, spreekt van Gods woord. In een stille taal. Zelfs als je geen Bijbel had, vertelden de bomen jou wel dat er een God in de hemel leeft die vreemd.
fantastisch. Mooi. En als je dit zo hebt gezongen, dan mag het je verlangen zijn om hem te prijzen. En dat is ook het volgende nummer wat we gaan zingen.
woord geven aan Anno. Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil met u zometeen een van de belangrijkste hoofdstukken uit het Jodendom lezen. Uit Deuteronomium 6. Ik wil zo beginnen bij het lezen van het vierde vers. Eigenlijk, broeders en zusters, toen ik in jullie gevraagd werd door Arjan om bij jullie deze dienst voor te gaan. En ik hoorde dat er sprake was van de Israëlzondag. Wist ik eigenlijk bijna gelijk op hetzelfde moment waarover ik moest spreken. Ik zou spreken over dit gedeelte. En dat gedeelte, ja, dat heeft zo zijn redenen. Maar laten we, voordat we het lezen, voordat ik verder daarover nadenk met u, laten we het eerst lezen. En eigenlijk komt het in iedere Joodse dienst naar voren. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is de enige, zegt deze vertaling. De Heer is één, zegt de Hebreeuwse tekst. Heb daarom de Heere uw God lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg in gedachten. Prent ze uw kinderen in, spreek er steeds over, thuis en onderweg. Als u naar bed gaat en als u opstaat, draag ze als een teken om uw arm en als een band om uw voorhoofd en schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Straks brengt de Heere uw God u naar het land dat hij u zal geven, zoals hij uw voorouders Abraham, Isaac en Jacob onder ede heeft beloofd. U krijgt daar grote, mooie steden die u niet zelf hebt gebouwd. Huizen vol voorraden die u niet hebt aangelegd. Regenputten die u niet hebt uitgehouwen. En wijnstokken en olijfbomen die u niet hebt geplant. Als u daar in overvloed leeft, zorg er dan voor dat u de Heere niet vergeet die u uit de slavernij uit Egypte heeft bevrijd. Heb alleen ontzag voor de Heer uw God, dien hem en zweer alleen bij zijn naam. Laat u niet in met de goden van de omringende volken. U zou daarmee de toorn van de Heer over u afroepen en hij zou u van de aardbodem wegvagen. Want de Heer uw God, die in uw midden is, duldt geen andere goden naast zich. Stel hem niet op de proef zoals u bij Massa deed. Leef de geboden, de bepalingen, de wetten die de Heere uw God u heeft voorgehouden zorgvuldig na en doe wat goed is in zijn ogen. Dan zal het u goed gaan. En kunt u het goede land in bezit nemen dat hij uw voorouders onder ede heeft toegezegd. Al uw vijanden zal hij voor u op de vlucht drijven zoals hij heeft beloofd. Wanneer uw kinderen u laten vragen, wat betekenen die bepalingen en wetten en regels die de Heere onze God u heeft voorgehouden, geef dan dit antwoord. Wij waren in Egypte slaven van de farao, maar met sterke hand heeft de Heere ons uit Egypte bevrijd. We zagen met eigen ogen, hoe hij tekenen en indrukwekkende wonderen deed, die groot onheil brachten over de Egyptenaren, de farao en zijn hof. Maar ons leidde hij weg uit Egypte om ons hierheen te brengen en ons het land te geven dat hij onze voorouders onder ede heeft beloofd. Daarom gebood de Heere onze God ons al deze wetten na te komen en ontzag voor hem te tonen. Dan zou het ons goed gaan. Zou hij ons leven sparen zoals hij tot nu toe heeft gedaan. Als wij voor de ogen van de Heere onze God deze geboden naleven, zoals hij ons heeft opgedragen, dan zal het ons ten goede worden aangerekend. Waarom dit gedeelte?
Zoals de meesten van jullie misschien wel weten, werk ik in het voortgezet onderwijs. En ik ben daar sinds kort ook de voorzitter van de identiteitscommissie. Ik ben verantwoordelijk voor het naar voren laten komen van de christelijke identiteit. En ik merk dat we steeds meer te maken hebben met de secularisatie van de maatschappij. Secularisatie wil zeggen dat er steeds minder invloed van het christelijk geloof zichtbaar wordt in de maatschappij. Ook in het onderwijs. Daarom moest ik van een van de teamleiders een boek lezen. Het was best wel een confronterend boek. Een boek waar wat in zijn oorsprong eigenlijk heel droog en saai geschreven is, maar een goede inhoud heeft. Het boek Van Zuil naar Zout van Kees Boele. Hij schetst in dat boek de eerste situatie van de Romeinse tijd van de christelijke kerk. De gelovigen waren druk bezig om zich in een land van vervolging staande te houden. Want als je christen was, dan kon je rekenen op vervolging. Ze probeerden zich als christenen zichtbaar te laten zijn in de maatschappij, in het onderwijs en in de zorg. Maar iedere christen had zijn eigen verantwoordelijkheid. Als kaarsjes brandend in de nacht tot eer van God, jij in jouw klein hoekje en ik in dat van mij. Dat was de houding van de christenen in deze tijd. En toen de tijd vorderde en keizer Constantijn tot geloof kwam, ergens 325 na Christus, en het Romeinse Rijk langzaam maar zeker een christelijke staat werd, het christendom de staatsgodsdienst werd, ja, toen veranderde er van alles. Kerk en staat werden met elkaar verbonden. De staat kwam steeds meer onder invloed van het christelijk geloof. Op een gegeven moment was het zelfs zo dat je maar beter christen kon zijn, anders dan was dat een ernstige bedreiging voor je leven. En dat heeft door de geschiedenis heen een enorme invloed gehad. Dat kunnen we nog steeds zien in onze grondwet en in veel andere wetten. Zoals we in ons land, ja, andere wetten die we in ons land hebben, zeker als we ze goed bekijken. En nog steeds kunnen we zeggen dat ons hele rechtssysteem, de zorg in ons land, dat die geschoeid is op een christelijke leest. Tot 1806 hadden de christenen een enorme invloed op het onderwijs. Eigenlijk waren zij de bron van het onderwijs. Als we de geschiedenis bekijken, zien we dat de kerken de eerste scholen oprichten. Dat kwam vanuit de kloosters. Later ontstonden er scholen zoals we die nu kennen. En je kunt eigenlijk tot 1806 zeggen, alle onderwijs was christelijk. Maar de onderwijswet uit 1806 bepaalde dat het onderwijs voor alle kinderen toegankelijk moest zijn. En zo ontstonden er openbare scholen, waar in aanvang nog steeds over het christelijk geloof werd geleerd. Maar het onderwijs werd steeds neutraler van karakter. Het veranderde enorm. Want in plaats van een hoofdelijk onderwijs, dat betekende docent naast één leerling, kregen we klassikaal onderwijs. En zelfs in 1806 werden officieel de lijfstraffen afgeschaft. Officieel dan. Want als ik mijn gedachten terug laat gaan naar de jaren 70, dan kan ik me nog heel goed herinneren dat er nog lijfstraffen waren. Dat er nog geslagen werd op school. En ik zie dat ik niet de enige ben. Er waren geen kerkelijk gebonden scholen meer. En er ontstond een zogenaamde schoolstrijd. In 1848 nam men bij ons in de grondwet de vrijheid van onderwijs op. En dat had tot gevolg dat er langzamerhand, zo eind 1850er jaren, 1857, dat er christelijke scholen in ons land ontstonden. Maar wilde je je kinderen naar een christelijke school sturen, dan moest je het zelf betalen of de kerk moest er geld in investeren. Anders moesten ze naar de openbare school. En pas in 1917 kwam de regeling dat het geld voor de christelijke scholen hetzelfde moest zijn als voor de openbare scholen. En toen kregen we de eerste christelijke scholen zoals we ze nu kennen. En toch hebben we vandaag te maken met een grote verandering in het onderwijs. Ik weet niet of het u wel eens is opgevallen, maar er schijnt
een gebrek aan docenten te zijn. Daar zult u vast wel eens iets over gehoord hebben. Steeds vaker merken wij dat er geen christen meer voor een bepaald vak of voor een bepaalde klas te krijgen is om de kinderen les te geven. En steeds vaker zien we daardoor dat het christelijk karakter in de school minder wordt. Doordat we als christenen niet meer een grote rol in het onderwijs spelen. Dat is er overigens niet alleen in het onderwijs, maar in de hele maatschappij. En deze veranderingen, die brachten mij bij ons gedeelte van vanmorgen. Want ik geloof dat we terugdenken aan de eerste tijd van het Romeinse Rijk, dat het essentieel is dat wij de verantwoordelijkheid als gemeente opnemen om onze kinderen het onderwijs weer te geven. Het onderwijs van onze kinderen, het onderwijs vanuit Gods woord, is een verantwoordelijkheid van ouders en kerk. In de laatste eeuw was er veel van het onderwijs verplaatst naar de scholen. En dat vonden veel ouders wel gemakkelijk. De kinderen werden op school vertrouwd gemaakt met de Bijbelse verhalen. En dat hoefde thuis niet meer zo intensief te gebeuren. Ook catechisatie heeft bij het onderwijs binnen de kerken een enorme rol gespeeld. Maar ik weet niet hoe het bij jullie is, maar catechisatie is in veel evangelische gemeenten verdwenen. En als de catechese nog bestaat, dan is die vaak inhoudsloos. Ik denk misschien dat er wel jeugdwerk is, ik snap dat. Maar echt een moment om bij elkaar te komen, om onderwijs te krijgen. Ik merk bij ons op school dat veel kinderen daar ook niet meer naartoe gaan. Maar wat moeten we er nu mee? Wat heeft ons gedeelte daarover te zeggen? Het onderwijs is in beweging. We zien steeds meer vacatures. En steeds vaker kunnen we ze niet meer invullen door iemand die echt een wandel met de Heer Jezus heeft. En dat heeft bij mij een grote zorg. Steeds vaker merk ik dat collega's het moeilijk vinden om een dag te beginnen met gebed. Volgens mij zijn velen van jullie opgegroeid met de zoutkorrel. Herkennen jullie hem nog van het voortgezet onderwijs? Nou, de zoutkorrel is inmiddels ter ziele. En heeft plaatsgemaakt voor oase. En als je daar de juiste gedeeltes uit kiest, een prima boekje. Maar naast de Bijbelse verhalen zien we steeds vaker overdenkingen die worden aangeboden die niets meer te maken hebben met de Bijbelse waarheden. En ik kan me heel goed voorstellen dat als ik eigenlijk niets met het christelijk geloof zou hebben en ik een dag zou moeten openen, dat ik zo'n soort gedeelte zou kiezen. Gewoon omdat ik me in die Bijbelse gedeelte niet meer kan vinden. En als je daar met de teamleiding over spreekt, dan wordt dat steeds normaler gevonden. In naam nog steeds een christelijke school. En ik heb hier christelijk heel bewust met een kleine letter geschreven. Maar het is niet eenvoudig om de christelijke identiteit ook duidelijk te laten zien. En dat legt bij ons als ouders, grootouders van onze kinderen en kleinkinderen en steeds groter wordende verantwoordelijkheid om de waarde van het christelijk geloof hunzelf mee te geven. Niet alleen bij de ouders natuurlijk, maar ook bij de docenten die nog wel met de Heer Jezus wandelen. En als ik kijk naar de met name orthodox-Joodse gemeenten, dan zien we dat het onderwijs daar gaat volgens de instructies die we lezen in ons gedeelte. Het vierde vers, de eerste woorden die we gelezen hebben, zijn die woorden die de kinderen als eerste Bijbeltekst geleerd wordt. Shema Yisrael Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Hoor Israël, de Heer is onze God. De Heer is één. Eigenlijk zijn dat woorden die je elke dag hoort uit te spreken. Het zijn woorden die in elke dienst binnen het Jodendom terugkomt. En als het enigszins kan, dan zijn het de laatste woorden die je uitspreekt voordat je sterft. Of die voor jou uitgesproken worden. En dan komen we in dat vijfde vers. En dat vijfde vers, dat is een hele korte samenvatting van de 613 geboden zoals we die in de Torah tegenkomen. We moeten de Heere
Onze God liefhebben met heel ons hart, met onze ziel, met ons verstand en met onze kracht. En deze woorden die ik u heden gebied moeten in uw hart zijn. Als we dan een uitstapje maken naar het Nieuwe Testament, dan zien we dat de Heer Jezus deze woorden herhaalt als hij de wet samenvat en hij plakt daar een tweede gebod aan vast, zoals we dat bij de Heer Jezus heel vaak zien. Hij antwoordde: heb de Heere uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod en het tweede daaraan gelijk is: heb uw naaste lief als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Deze twee geboden zijn de grondslag voor alles wat er in de wet en de profeten staat. Zoals we het zo vaak zien bij de Heer Jezus, geeft hij in het Nieuwe Testament een extra dimensie aan de wetten die we in het Oude Testament tegenkomen. We lezen dat de Heer Jezus de wet volmaakt, dat hij hem compleet maakt, dat hij hem uitbreidt. En zo zien we dat ook hier gebeuren. Een beetje ruzie met het plankje wat eronder ligt. Maar het staat erop dat het van Bert is, dus ik moet daar wel voorzichtig mee zijn. Het zijn vertrouwde woorden voor de Israëlieten, maar de Heer Jezus plakt daar de liefde voor de naaste aan vast. En die woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. En dan gaan de versen verder, in het kader van waar we het vanmorgen over hebben. Prent ze uw kinderen in. Spreek er steeds over. Thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. En de vraag die ik mij vanmorgen, of die ik me in de voorbereiding gesteld heb en u vanmorgen stel is: hoe werkt dat bij ons in de praktijk? Hoe gemakkelijk is het niet om in de ochtend het lezen van Gods woord even over te slaan? Ik weet niet hoe dat bij u gaat, maar de wekker gaat en je geeft een klap op en je denkt: hij gaat zo wel weer. En sommigen die doen dat wel 3 of 4 keer. Maar die tijd die je eigenlijk ingepland had, die sla je dan over in die ontmoeting met God. Even snel aankleden, tussen de bedrijven door, een boterham smeren, ondertussen je muesli opeten en snel naar binnen werken, op de fiets naar school of in de auto naar je werk. Wat ook school kan zijn. Hoe vaak raak je 's avonds als je thuis komt en het eten op is, de gezamenlijke bijbellezing in de verdrukking? Pa of ma moeten weg, dus de kinderen nog gauw even snel onder de douche en naar bed, dan kan de ander ook wat voor zichzelf doen. Of als de kinderen groter worden, moet de ene die moet om 6:30 naar trainen toe en de ander die moet komt om 7:00 pas thuis van het trainen en dan moet er nog gegeten worden. Ja, en ik weet wel hoe dat gaat. Het bijbellezen, er komt niets van terecht. In het Jodendom is het lezen van die Torah nog steeds ingeweven in het systeem van de dag. Inprenten, doen we dat wel? Is het niet zo dat onze tijd zo is veranderd dat we zelf mogen weten wat we willen? Hoe vaak hoor ik niet van leerlingen bij ons op school, 12, 13 jaar, dat ze zelf mogen weten of ze meegaan naar de kerk? Nou, als ze zelf mogen weten of ze meegaan naar school, blijven ze ook thuis. Dan is bij de kerk precies hetzelfde. Ik hoef er niet over na te denken. Ik hoefde er thuis niet over na te denken om er überhaupt al over in discussie te gaan of ik meeging naar de kerk. Mijn vaders stelling was: zolang je onder mijn dak woont, ga je gewoon mee naar de kerk. En dat terwijl mijn ouders pas tot bekering gekomen zijn toen ik de deur uit was. Dat was een regel. En was een regelmaat waar niet van werd afgeweken. En werd bij ons tussen de middag en 's avonds uit de Bijbel gelezen. De ene keer de kinderbijbel, de andere keer de gewone Bijbel. Mijn ouders hadden ook de gewoonte om 's avonds voor slapen gaan uit de Bijbel te lezen. Er werd met de kinderen gebeden en gelezen. Maar tegenwoordig vinden we dat gek. Binnen het Jodendom is het heel gewoon om de Bijbel, de Torah, te lezen. Het is binnen het orthodoxe Jodendom heel gewoon dat de jongens voor schooltijd nog naar de synagoge gaan. Het is heel gewoon als je de christelijke scholen in Nederland opzoekt, de
Joodse scholen in Nederland opzoekt, dat er 's morgens aan het begin van de schooldag anderhalf uur op het rooster staat om samen te bidden. Die jongens die komen om 19:30 op school en die gaan 's avonds om 17:30 naar huis. En het rooster zit vol met momenten van gebed, met het overdenken van de profeten, van de Pentateuch, van de psalmen. Maar als dat op onze scholen langzaam maar zeker verwatert, dan legt dat een enorme verantwoordelijkheid op de ouders en de gemeente. Ik heb er jaren voor geijverd bij ons in de gemeente om naast het jeugdwerk, waar het gaat om leuk bij elkaar zijn, een stukje uit de Bijbel lezen en een stukje ontspanning met elkaar, om weer tot een soort van catechese te komen. Helaas waren de leden van de onderwijscommissie daar niet voor te porren. Dat was te omslachtig en wie moest dat weer geven? En we zijn een streekgemeente, dus ja, hoe krijgen we iedereen dan hier? Dat wordt hem toch niet. Maar ons gedeelte is heel duidelijk. We moeten het onze kinderen inprenten. En ik weet niet of u datzelfde gevoel hebt, maar dat is volgens mij iets meer als alleen voorlezen. Inprenten. Sommige Engelse vertalingen hebben het over inslijten bij herhaling. In het Hebreeuws heeft het over spreken en herhalen. Niet af en toe, maar steeds. Niet alleen thuis, maar ook onderweg. Niet alleen onderweg, maar ook als je opstaat of als je naar bed gaat. Komen wij er nog wel aan toe om in de drukte van elke dag het evangelie bij onze kinderen in te slijten? Het is wel het belangrijkste wat we ze mee moeten geven. In het Jodendom is het een soort van vraag- en antwoordspel. Ik weet niet of u wel eens een Haggadah gelezen hebt. Een Haggadah, dat is een soort van liturgie die gebruikt wordt voor de Pesachviering. Die is helemaal opgebouwd uit vraag en antwoord. Volgens een vast ritueel, een vast ritme. Het kind stelt de vraag, de vader geeft antwoord. Een kind stelt de volgende vraag, de vader geeft antwoord. En zo zit dat erin gebakken. En tegen de tijd dat jij zelf de deur uitgaat, heb je het in ieder geval 18 keer gehoord. Want je hebt 18 keer een Pesach gehad als je een jaar of 18 bent, je bent volwassen. Steeds weer diezelfde vragen, steeds weer die herhaling. Het wordt echt ingeslepen. Om uiteindelijk zo ver te komen dat ze het bijna uit het hoofd kennen. En dat is niet alleen met de verhalen, maar eigenlijk met de hele tekst van de Torah. Ik weet niet of u dat weet, maar als een Joodse jongen op zijn 13-jarige leeftijd zijn bar mitzwa doet, dan wordt hij geacht om de Torah uit zijn hoofd te kennen. Vanaf het begin tot het eind in het Hebreeuws. En ook nog te begrijpen wat hij leest. Het eerste stukje is niet zo heel moeilijk. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha-aretz ve-ha-aretz tohu va-vohu ve-goshech al panei tohom. Maar ja, er zit nog zo'n heel stuk achteraan. Ik kan nog wel een klein stukje doorgaan. In het begin schiep God de hemel en de aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de vloed. Dat was wat ik net citeerde. Maar hoe dan verder? Misschien is het u wel eens opgevallen dat Joods-orthodoxe mannen van die kwastjes aan de broek hebben. Weet u waarom? Of vindt u het gewoon leuk als u het ziet? Ja, dat zit verbonden aan zijn kleine talit, een kleine gebedsmantel. Die kleine gebedsmantel die wordt gedragen onder de kleren. En aan die hoeken, daar zitten de zogenaamde tzitzit. Dat zijn touwtjes waar oorspronkelijk een blauwe draad in hoort. Doen ze tegenwoordig niet meer, want dat blauw wat in de tekst staat, waarin daarover gesproken wordt, daar kun je precies aan zien welke kleur blauw dat zijn, moet zijn. En die kleur blauw die werd gemaakt van een bepaald soort slak. Maar die slak is uitgestorven. En als die uitgestorven is, ja, dan de Joden doen het goed, of ze doen het niet. Dus geen blauwe draad, maar wel 8 draden. En in die draden zitten 5 knopen. Waarom?
Ieder Hebreeuws woord heeft een getalswaarde. En het woord tzitzit heeft een getalswaarde van 600. Daar tel je 8 draden bij en nog eens een keer 5 knopen. En als docent rekenen, want dat geef ik af en toe ook nog eens, kan ik u vertellen, dan kom je uit op 613. En in de Tora staan 613 geboden. Dus elke keer als je die kwastjes ziet, word je herinnerd aan het feit dat God zijn geboden gegeven heeft. En als je een huis binnenkomt, dan zit er zo'n dingetje aan de deur. Een mezouza. Diezelfde tekst die wij hier gelezen hebben, die zit daar onder andere ook in. Waarom? Om erbij bepaald te worden dat God zijn geboden gegeven heeft als je het huis binnengaat. Natuurlijk zullen jullie dan weer zeggen, ja, we leven niet onder de wet. En vergeet even dat Jezus de wet volmaakt en hem groter nog maakt als dat hij was. Maar er wordt in dit gedeelte ook gezegd dat hij hier niet zomaar gegeven is. Hij is gegeven opdat het hun goed gaat. Hier zien we dat ze zich de hele dag ervan bewust zijn dat God meekijkt. Een God die wil dat we dicht bij hem leven. Hoe doen we dat met onze kinderen? Maar we kunnen ons ook de vraag stellen, hoe doen we dat zelf? We leven zo gemakkelijk van het ene moment naar het andere moment, van het ene drukte naar de andere drukte. En we komen niet aan God toe. En dat is nu net wat ons wordt voorgehouden. Sta de hele dag stil bij God. En ik heb natuurlijk makkelijk praten, want ik ben docent godsdienst. En ik heb 22 klassen die, ja, toch één keer een uur in de week naar mij moeten luisteren. Ja, als ze het leuk vinden of niet. Maar ik heb 4 dagen in de week als taak om kinderen te vertellen over de liefde van de Heer Jezus. En als ik een kans krijg, dan knal ik hem erin. Daar mag u van mee aannemen. Als ik voor een open doel word gezet, gaat hij erin. Sta eens stil bij die onvoorstelbare liefde die God ons heeft gegeven, heeft geopenbaard in zijn Zoon. Als we kijken naar vers 20, dan zien we wat de reden is waarom dit wordt gevraagd. Zodat de kinderen vragen gaan stellen over de wetten en regels, en dat hen kan worden verteld dat de Heer de bevrijder van Israël is. Hij is niet alleen de bevrijder van Israël, hij is ook onze bevrijder. We vieren straks met elkaar bij brood en beker het feit dat Heer Jezus zijn leven voor ons gegeven heeft. Hij is ook onze bevrijder. Nemen we de verantwoordelijkheid als gemeente om voor het onderwijs van onze kinderen te zorgen? Ondersteunen wij onze ouders in het voorleven en voorlezen en onderwijzen van onze kinderen? Onderwijs vanuit de Bijbel is in deze tijd geen eenvoudige zaak. Als ik bij ons op school een onderzoek doe over leerlingen die nog een boek lezen, nou jongens, je schrik je een bult. Het lezen is dramatisch slecht geworden. Ik zeg tegenwoordig nog wel eens tegen leerlingen, als je in staat bent om het vak begrijpend lezen onder de knie te krijgen, dan haal jij je diploma wel. Geef antwoord op wat er gevraagd wordt. De meest gemaakte fout is een goed antwoord op een verkeerde vraag. Wat ze zeggen is wel waar, maar het werd niet gevraagd. Ja, dan kun je het als docent niet goed rekenen, helaas. Er is zoveel afleiding waar onze kinderen mee te maken hebben vanuit de digitale wereld, dat ze niet aan lezen toekomen. Bij ons op school heeft de schoolleiding ervoor gekozen dat onze leerlingen een iPad hebben. Nou, en dat ding, dat wordt wat geaaid. In de afgelopen jaren was dat bij veel van ons als docenten een enorme frustratie. Maar gelukkig ontwikkelt het onderwijs zich altijd verder. En op dit moment is het zo dat alle iPads die onze school binnenkomen en die van leerlingen zijn, automatisch op schoolstand worden gezet.
Dat betekent dat iedere website en iedere app die het kenmerk spelletje draagt, automatisch in slaap wordt gesust en thuis weer wakker wordt. Ze kunnen ze niet meer gebruiken en dat is een enorme verbetering. Nou vinden leerlingen wel weer iets, maar ook daar zijn wij alert op. Want het schijnt dat je dan weer een VPN op kunt zetten en dat is prachtig, maar wij weten inmiddels ook al welke apps ze daarvoor gebruiken. En ook die gaan rustig in slaapstand. Maar toch, als ze met dat ding thuis op de bank zitten, dan is het niet makkelijk om te praten over het evangelie. Praten we als ouders met elkaar over hoe we deze dingen aanpakken? Ik weet het niet. Ik denk dat het goed zou zijn dat ouders die met tieners thuis zitten, eens met elkaar over dit soort dingen nadenken. Willen we er in deze dingen voor een ander als steun zijn? Luisteren we naar elkaar als we het over dit soort dingen hebben? Luisteren we naar hoe een ander het probleem opgelost heeft? Delen we deze dingen met elkaar? Gods opdracht aan zijn volk is om het de kinderen om er met ze over te praten, om het te herhalen en het in te slijten. Daar kunnen we van leren. Neem die verantwoordelijkheid over de geestelijke opvoeding van onze eigen kinderen. Draag het niet over aan de scholen. Natuurlijk is het de verantwoording van ouders om een goede school te kiezen, een passende school te kiezen, maar de eerste verantwoordelijkheid ligt bij onszelf. Als we kijken naar de structuur die God aan zijn volk gegeven heeft, dan kunnen we daarvan leren. Helaas kunnen we vaak van hen niet leren om te vertrouwen op de Heer Jezus. Maar dat was waarvoor hij naar de aarde kwam. Dat was wat God door de wetten heen wilde laten zien. Het moest een tuchtmeester tot Christus zijn. Volgens mij is dat Statenvertaling. Maar tuchtmeester, daar staat het fantastische Griekse woord pedagogos. Oftewel, opvoeder tot Christus zijn. Hij kwam voor onze zonden naar de aarde. De wet moest het volk laten zien dat ze niet zonder de Heer Jezus kunnen. Hij was het die zijn leven gaf. Hij was het die voor onze zonden aan het kruis wilde gaan. Want hij had jou op het oog. Ook hier vanmorgen. We willen zo bij brood en beker de dood van onze heiland verkondigen. Maar niet zomaar. Want wat staat er? We verkondigen zijn dood totdat hij komt. En ik weet niet hoe het met u is de laatste tijd, maar als ik een beetje door de wereld kijk en kijk naar wat er allemaal gebeurt, dan krijg ik het gevoel dat het niet heel lang meer duurt. Ik vind het altijd zo mooi als jullie dat daar hebben hangen. Hè? Want dan heb je daar die vlag hangen en er staan twee dingen op. Er staat de tetragrammaton op, oftewel datgene waar God zich mee openbaart met Yahweh, of Jehovah, of hoe je het noemen wilt. En daarnaast staat Yeshua, Jezus. Vergeet dat nooit, dat hoort samen. Veel Joden erkennen dat helaas niet. Maar hij kwam voor jou, voor mij. En dat is een reden tot grote dankbaarheid. Hij gaf zijn leven om jou de vrijheid te geven. Hij gaf zijn leven voor jou en voor mij. Ik wil samen met u danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Dat we stil mogen staan hier bij de instructies die u uw volk gegeven hebt. Om hun kinderen op te voeden. Heer, en we vinden het zo lastig. Als we heel eerlijk zijn, valt het gewoon niet mee. Om het onze kinderen te vertellen. Om er met ze over te praten. Om ze iets voor te houden. Waardoor ze er, als ze daar een aanhanger van zouden zijn, toch een soort van vlaggetje krijgen en alleen kunnen komen te staan.
Heer, we willen u bidden dat u ons wil helpen om onze kinderen te wapenen voor het leven. Om ze kennis te laten maken met uzelf. Om ze uzelf voor te houden, om ze de verhalen te vertellen, om ze te vertellen van uw grote liefde. Heer, we willen u bidden, wilt u bij ons zijn en ons de wijsheid geven die we zo nodig hebben. We zijn dankbaar ook, Heer, dat we zometeen ook samen met elkaar de maaltijd mogen gebruiken. En we willen u bidden, Heer, of u ook, als we de maaltijd gebruiken, of u ons ook daar met elkaar in wil zegenen. Heer, wilt u bij ons zijn. In Jezus' naam. Amen. Voordat we de maaltijd met elkaar gebruiken, wil ik eerst een paar versen met u overdenken uit 1 Korinthe 11, vers 23. 1 Korinthe 11, vers 23, daar staat: want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen wat ik u weder overgegeven heb. Dat in de nacht waarin hij werd overgeleverd, hij het brood nam, de dankzegging uitsprak en het brak en zeide: dit is mijn lichaam, doe dit tot mijn gedachtenis. Nadat de maaltijd afgelopen was, nam hij de beker en sprak de dankzegging uit en zeide: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij het brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat hij komt. Wie dan op onwaardige wijze van het brood eet of de beker drinkt, drinkt zichzelf een oordeel. Laat daarom ieder zichzelf onderzoeken. En dan eten en drinken van het brood. Voordat we een moment van stilte nemen, wil ik, als er gasten in ons midden zijn, u de kans geven om, als u de Heer Jezus persoonlijk kent, samen met ons aan de maaltijd te gaan. Om samen met ons het brood te gebruiken. En dan is het goed dat we met elkaar, van elkaar weten wie u bent en ook of u de Heer Jezus persoonlijk kent als u voor de eerste keer hier met ons de maaltijd gebruikt. En dan is de vraag die ik heb: zijn er gasten in ons midden die vanmorgen voor de eerste keer hier op deze plaats samen met ons de maaltijd wil gebruiken? Dan wil ik u vragen om even te gaan staan en in 1 of 2 zinnen te vertellen. Nou, in 1 zin vertellen wie u bent en in 1 of 2 zinnen te vertellen wie de Heer Jezus voor u is. Zijn er mensen onder ons die vanmorgen voor het eerst willen deelnemen? Is het voor de techniek handig dat ik met de microfoon daar naartoe loop of ga ik dan zingen en spreken tegelijk? Dat kan? Oké. Okay. Goedemorgen, ik ben Annemarie Terpstra. Ik woon hier al een hele tijd in Steenwijk. En de Heer Jezus is voor mij alles, denk ik. Ja. Dankjewel voor je getuigenis. Je ging staan of je ging niet staan? Hij is tam hoor, hij bijt niet. Jij wil ook niks zeggen? Nee? Oké. Okay. Ik ben Lisbeth Wiersma. Ik denk dat bijna iedereen mij wel kent, maar ik hou heel erg van de Heer Jezus. Dank u wel voor uw getuigenis. Ja. Mijn naam is Johannes Oosterhagen. Wij wonen sinds ergens begin dit jaar wonen we in Giethoorn, dus we zijn in de buurt. En we dachten, we zoeken eens een plek op waar we misschien samen kunnen komen. Hebben we erg gemist. Ik denk mijn hele leven Jezus al, maar de laatste jaren zijn we samen, maar ben ik ook persoonlijk geroepen hem ook helemaal te dienen. En ik ben bereid hem te volgen in alles. Dank u wel voor uw getuigenis. Alsjeblieft. Dank u wel. Ik ben Gerrie Oosterhagen. Johannes heeft de rest al gezegd. Oh. Maar ik ken Jezus al vanaf mijn 17e jaar. En ik prijs hem voor zijn bevrijding. Gaandeweg in mijn leven. Dank u wel voor uw getuigenis. Niemand vergeten, nergens overheen gekeken. Dan wil ik de oudste vragen om samen met mij het brood te breken en te delen.
Zou jij willen bidden voor het brood? Dank u, Jezus, dat uw lichaam voor ons gebroken is, Heer. En dat wij dat mogen gedenken en ook mogen vieren. Dat u voor ons stierf, Heer, maar ook bent opgestaan. Heer, en met u mochten wij ook sterven en in nieuwheid des levens opstaan, Heer. En achter ons laten wat van het vlees is, Heer, en we mogen leven in de nieuwheid des levens met u. Amen. Zoals het brood gebroken wordt, zo werd het lichaam van onze Heer Jezus voor een ieder van ons verbroken. En in de nacht geleverd, nam hij het brood. Hij sprak de dankzegging uit en zei: neemt, eet en doe dit tot mijn gedachtenis. Ik denk dat het goed is dat jullie het brood zo ronddelen en dat we dan op elkaar wachten en samen eten. Dan willen we nu samen eten. Adriaan, wil jij een zegen vragen voor de beker? Liefde van de Vader, Heer, we komen zo bij u, Heer, met deze avondmaal. En ik heb de beker in mijn hand, Heer. We mogen gedenken dat u uw bloed heeft laten vloeien, Heer, voor ons, uit liefde. Heer, dat is zo'n groots gebaar, daar kunnen we geen idee van krijgen. Maar we zijn u zo dankbaar. Heer, wilt u zo de wijn en de druivensap zegenen? Heer, wilt u dat zo, dat we hier de week in mogen gaan, Heer, wetende dat u altijd bij ons bent. Dank u wel. Amen.
Zoals de wijn vergoten wordt, zo vergoot de Heer Jezus Christus zijn kostbaar dierbaar bloed voor een ieder van ons. En wat ik wel heel uniek vind van die kleine bekertjes is dat we straks niet alleen samen konden eten, maar straks ook samen kunnen drinken. En terwijl de broeders de wijn rondbrengen, wil ik u een paar verzen voorlezen uit de Openbaring. Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. En ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen gejammer, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. En ik hoorde zeggen, schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. En hij zei tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn, die zich hebben ingelaten met de gruwelijke dingen, met moord, ontucht, tucht, toverij of afgodendienst, voor hen die de leugen hebben gediend, hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel. Dat is de tweede dood. Laten we dan ook nu samen drinken van de wijn. Ik wil u de gelegenheid geven, als u dat wilt, om met een paar mensen de Heer te danken voor datgene wat Hij van ons gedaan heeft. En dan zal ik de gebeden met u afsluiten. Amen.
Vader, we willen u zo danken dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Dat we bij brood en beker uw dood mochten verkondigen. En als we dat lezen, dan staat daar zo heel duidelijk bij, totdat u komt. Dat betekent dat u de dood hebt overwonnen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u die weg hebt willen gaan voor mij, voor ons. Dat u daar hebt willen hangen aan het vloekhout op Golgotha's kruis. Dank u wel, Heer, dat u dat lijden voor ons hebt willen dragen. Heer, wat moet het verschrikkelijk voor u geweest zijn om van uw Vader verlaten te zijn. Om die Godverlatenheid voor ons weg te nemen. Heer, we willen u danken dat u in ons leven bent gekomen, wilt komen. Dank u wel dat u van ons houdt en voor ons zorgt. Heer, we willen u bidden om uw nabijheid. Ook in de praktijk van het leven van elke dag. Heer, wil maken dat we mogen branden als een kaarsje op een plaats waar het misschien donker is, zodat uw licht daar toch aanwezig is. Heer, we willen u danken voor wie u bent. Danken voor uw genade. In Jezus' naam. Amen. En dan staat er dat we gaan zingen. Ik aanbid u met heel mijn hart. Opwekking 481. En dan mogen ook de kinderen worden teruggehaald. Nou, en als u aardse tent dat toelaat, dan stel ik voor dat we dat staande met elkaar gaan zingen. Had ik u de hoge priestelijke zegen in het Hebreeuws mee willen geven.
Maar het memoriseren is niet helemaal tot volmaaktheid gekomen. Dus dat moet u tot een volgende keer moet u dat houden. We gaan samen bidden om de zegen van de Heer. De Heer zegen u en hij behoedt u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Tot de dag waarop ons geloven wordt veranderd in echt zelfzien. Maranatha, halleluja. Amen. Ja, we zingen nog het Ons Vader. En aansluitend zingen we nog een zegenlied voor Jeruzalem. Aangezien het ook Israëlzondag is. Past mooi bij het filmpje wat er opgestuurd was. Dus eerst het Ons Vader. Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen, laat uw wil worden gedaan. In de hemel zo thank you.
Goeie zondag.